Dag beste kijkers, welkom bij deze speciale uitzending van Haagse Dingen. Vandaag hebben we echt een speciale uitzending, want wij zijn bij Amazing Kerst. Amazing Kerst, dus u mag meezingen. Gaat u mee? Stichting Levi Lassen, Depman Foundation, Gravin van Willem Stichting en het Willem van Hek Fonds. Ik dank ook alle vrijwilligers die hier zijn om u te ondersteunen en u van een drankje en een hapje te voorzien. En als u vragen heeft, dan kunt u hen aanspreken. Ze zijn herkenbaar met de mooie Amazing Kerst rode sjaal. In de pauze wordt u getrakteerd op een drankje en na afloop van het concert serveren we erwtensoep met roggebrood, een traditie. Thank you.
zien dat we organisaties in de stad hebben die zich inzetten voor anderen, met vrijwilligers. Ervoor zorgen dat mensen erbij blijven horen, warmte ervaren en de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Juist in een grote stad zijn dat zaken die heel erg belangrijk zijn. Dat we omzien naar elkaar, oog hebben voor elkaar, aandacht hebben voor elkaar. Want de wereld om ons heen die verandert snel, is heel snel, is soms ook heel erg hard. En daarom is het buitengewoon belangrijk dat er mensen zijn die ook het hart op de juiste plaats hebben. En dames en heren, ik wil ook echt de boodschap op begeleidingsdienst met al haar vrijwilligers met wie ze ook werkt heel hartelijk complimenteren met de 10e editie van Amazing Kerst.
Wat zijn jullie hier aan het doen? Nou, wij zorgen dus voor de drankjes. Ja. Met de pauze krijgen ze allemaal een drankje. En dat doen wij dan van tevoren alvast inschenken, zodat de vrijwilligers zo gelijk de zaal in kunnen. Oh, ja. Hoe vindt u het hier nou zo? Mooi. Heel erg mooi, ja. Het is mijn eerste keer. Ja, het is, ja, ik vind het wel mooi. En nou heb ik me laten vertellen dat ze straks ook nog wat te bikken krijgen. Om een uurtje of 4:30 komt de soep. Ja. Die wordt speciaal ingevlogen, zeg maar. Ja. En daar gaan wij dus ook bij helpen. Want dat zijn dan meestal twee heren. Okay. En dan hebben we gewone ertessoep en vegetarische ertessoep. Ja. En dat wordt dan ook rondgedeeld. Ja, ik ben namelijk vegetariër. Nou, dat deed ik even zo. Geen probleem, hebben we. Ik ben Maulid van RSC Mondriaan. Oké. En jullie doen dat zomaar vrijwillig? Ja. Wat leuk zeg. Voor goede doel, ja. Ja, ja. En ben je wel eens hier ooit geweest in de kerk? Nee, het is mijn eerste keer. Hoe vind je het nou? Nou, best wel leuk. Ja. Zo dit ze vaker willen doen. Oké. Nou. Het is fantastisch hier. Komt u nog wel eens in de kerk? Nou, nee, meneer. We hebben de kerk in een verzorgingshuis worden misgedragen. Ja. En dat scheelt ook. Ja. Dus u vindt het wel heel fijn om dan toch weer met kerst deze liedjes te zingen? Ja. Dus u vindt dat wel heel apart, nu om hier weer te zijn? Ja hoor, zeker wel. Ja. Ik doe dat al jaren, 5 of 6 jaar. Zo. En vindt u het leuk? Jawel, jawel. Heel goed. Tuurlijk met die oudjes. Dat vind ik heel goed. En Piet, ja? Wat ben jij nou precies aan het doen? Ik zie wel dat het allemaal ham is. Ik ben de katerspek op de euro. Katerspek op het rode. Katerspek? Katerspek, ja. 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 En waar is dat voor bedoeld? Komt dat in de soep? Of? Nee, dat ga je bij de soep eten. Dat is bijzonder lekker om erbij te eten. Heb jij die soep gemaakt? Ja, katerspek ook. Okay. Maak alles zelf. Dan kunt u daar iets over vertellen, over dit prachtige koor. Want ik heb het gehoord, ik heb meegezongen en ik vind het heel mooi. Als u het daarvoor doen wilt, dat de mensen dus daar plezier aan hebben, aan de gezangen. En ook misschien de grootste gedeelte vanuit het christelijk geloof. Ja. Voor alle mooie, krachtgevende woorden en die steun. En zeker aan deze oudere generatie. Dus ik vind dat het nodig is. En ik vind het gewoon een heel mooi gebaar dat we dit elke keer mogen aan meedoen. Dus het is eigenlijk gewoon fantastisch.